heeft als renner nooit potten gebroken en traint niet meer dan 5 uur per week. En toch gelooft hij rotsvast in zijn succes. Hij put kracht uit zijn enthousiasme en haalt onder meer energie uit een toestel dat positieve boodschappen naar de hersenen stuurt. Dus waarom altijd luik? Vast en naken luik. In de 3 jaar dat hij profrenner geweest is, kwam hij meer in de publiciteit met zijn zangtalent dan met overwinningen. Nochtans, de koker kan fietsen. Is al 12 jaar renner, maar heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gereden. Hij traint ook niet meer dan 5 uur per week. Het komt er gewoon op aan, zegt hij, al je positieve energie in dat ene doel te steken. Energie moet natuurlijk ergens vandaan komen. Bij de meesten komt die van training, bij de koker van zijn enthousiasme. Dat is zijn geheim. De dokters beweerden dat ze mij zo ver konden brengen dat ik het uurrekord zou kunnen breken. Dan moest ik dus een jaar zware trainingen volgen en allerlei andere behandelingen. Dus die zo'n prestaties, zogezegd, zouden vergen nodig hebben. Ik heb bewust gekozen voor een andere weg, minder lang. En meer meditatie en geestelijke training. Het is juist dat, met wat ik nu probeer, dat ik ergens toch iets... Misschien kan laten tonen dat er meer is tussen hemel en aarde, dat er echt wel energieën zijn die we niet zien, zoals radiogolven of televisiegolven. En ik ga die krachten gebruiken om dat uurrecord proberen te verpulveren. Maar hoe moet je 100% vertrouwen in iets dat je niet ziet? En dat vraagt kennis. En die kennis heb ik toevallig 1 jaar of 8 geleden aangeleerd gekregen. En die wil ik nu ook delen. En dat vind ik fantastisch, omdat ik heb me altijd zo blij gevoeld sindsdien. De urenkortpoging van de koker is, tenminste indien zijn poging lukt, ook publiciteit voor de cursussen die de Brusselaar geeft. 2 delen, de universele wetten van succes en esoterische inwijding. De koker heeft ook nog dit hulpmiddel, een toestel dat positieve boodschappen naar zijn hersenen stuurt. Als een dik stuk vloeipapier zuigt de ondergrond die zware massa uit je lichaam weg. Ook zonder dat toestel kan de koker zijn onderbewustzijn beïnvloeden. En zaterdagnacht zal dat moeten. Al is het maar om het reuzenverzet 70-12, goed voor 12,5 meter per trapomwenteling, rond te draaien. Op training lukt het. Alleen op de start moet nog geoefend worden. Benieuwd hoe hij het er zaterdag zal van afbrengen dan. Ja, Jan.